Jack, hoeveel klappen kan dit NEC nog verwerken? Want dit is weer een hele grote. Ja, dit is zeker een grote. Het 4-0 verliezen hier, dat had ik vooraf ook niet verwacht uiteraard. En dat is weer een behoorlijke mokerslag. Ik had het idee na vorige week dat in ieder geval de overwinning wat meer vertrouwen zou geven. Maar ik zag eigenlijk na die 1-0, die eigenlijk uit het ook niets kwam, toch die kopjes al vrij snel weer hangen. Zag je het ook? Ja, het is natuurlijk de manier waarop die bal erin gaat is weer op een klote manier. Tweede paal, een mislukte voorzet, die valt voor de voet. En daar reageren we niet goed. We krijgen daarna in de eerste helft volgens mij nog een kans met Sven Braken, die kopbal. En Matthias die een bal half schampt, die moet raken. Dan ben je weer in de wedstrijd. We vonden dat we veel te weinig voetbalden. Veel te weinig met overtuiging voetbalden. Met Okita en Romani wilden we diepte aan de zijkant hebben. Ja, dat kwam er gewoon niet uit. Vandaar dat we ook Ennis vanaf de rechterkant de tweede helft gebracht hebben. Tussen de linies laten spelen op het middenveld om daar een overtal te krijgen. En wat balvaster te worden om door te voetballen. Of dat lukte, er is daarna zoveel gebeurd dat ik dat niet meer helemaal helder heb. Maar ja, volgens mij kregen we nog één of twee kleine mogelijkheden. Ik denk met name Braken die bal vanaf de achterlijn dan voorlangs schiet. Dat de grootste kans zal zijn. Ja, daar moet je op 1-1 komen. Dan kom je weer in de wedstrijd. En ja, dan geef je dat dezelfde boost misschien als vorige week tegen AZ. Nou. Wij verliezen voor in de bal en vervolgens worden er drie of vier spelers kinderlijk uitgespeeld. En het is 2-0. En ja, ik vond vooral na de 2-0 dat we daar weer volledig door het ijs zakken. Dan gaat er echt weer heel veel fout. Je krijgt weer heel gemakkelijk de doelpunten tegen. En de kansjes die je dan krijgt, en die hebben we echt nog wel gehad hoor. Toen was het 4-0 en dan moet je er 4-1 van maken of misschien 4-2 van maken, weet je. Dat is dan een beetje wassen neus. Maar ook als je ziet hoe die kansen, hoe daarmee omgegaan wordt, ja, dan zie je dat er geen overtuiging in zit. Is dat dan botte pech dat die goal tegenvalt en dat het uiteindelijk 4-0 wordt? Is het een stukje mentaliteit dat die kopjes gaan hangen? Of is het ook een stukje kwaliteit wat ik me bijna niet kan voorstellen? Als je kijkt naar wat voor namen er op het veld staat. Hoe is dat voor jou als coach? Wat denk jij daarvan? Ja, nee, dat heb ik in de dugout al gezegd rond de 75e minuut. Toen ben ik gaan kijken naar, kijk eens wat voor ervaring wij op het veld hebben staan. Hoe is het mogelijk dat een ploeg dan zo ver weg kan zakken? Vooral mentaal. Je straalt dan helemaal niks meer uit en laat jezelf naar de slagbank leiden. De enige waar ik nog bang voor was, dacht ik, Joey van den Berg gaat zo meteen rood pakken. En je krijgt vooral veel frustratie, reacties. En als je dat gaat doen, dan haal je jezelf uit je spel. En dat moeten wij echt, dat moeten we er echt uithalen. Ik neem aan dat je dat niet op het trainingsveld ziet, dat dit team dan wel een team is. Want anders zou je dit team ook niet opstellen natuurlijk. Nee, natuurlijk niet. Dat heb je vorige week tegen AZ uiteindelijk ook niet gezien, de tweede helft. Daar hebben we wel weer, in ieder geval onze rug gerecht. Vandaag kom je weer 1-0 achter, onnodig. Alleen zagen wij wel mogelijkheden om. Bij Ajax was de ruimtes waren ook best groot om tussendoor te voetballen. Het is niet het Ajax dat de druk zet zoals je gewend bent of bij het eerste doen. Dan moet je daar meer mee doen en dat hebben we niet gedaan. Tot slot Jack, je hebt al heel veel dingen geprobeerd, wisselingen, je wil graag naar een vast elftal. In hoeverre kun je daar nu al van spreken of denk je dat je nog lang niet uitgewisseld bent als dat op deze manier zo doorgaat? Ja, ik moet nu even 3 dagen nadenken over deze nederlaag, weet je. We spelen gelukkig pas volgende week zondag tegen Sparta. Ik moet dit ook allemaal even een plekje geven en dan weer kijken naar, we moeten vooruit. Dat heb ik net tegen de spelers ook gezegd. Hoe diep het ook is, de knop zal om moeten. En ik zeg altijd, de ballen zullen uit je broek moeten. En dat is in dit geval zo. Succes. Ja. Dankjewel. Sven, het is een cliché, maar wat ging er mis vandaag? 4-0 tegen Jong Ajax. Ik denk dat je goed begint aan de wedstrijd en hetgeen wat we wilden. Hè, Ajax onder druk krijgen, dat lukt. Dan krijgen we vervolgens zo'n flutgoal uit het niets eigenlijk. Want ze hadden niet echt kansen, naar mijn mening. En die gaat er dan meteen weer in en loop je wederom achter de feiten aan. En, denk ik dat je
ondanks die 1-0 achter ja, wel nog gewoon de dingen ja, doet die je moet doen. Alleen niet echt tot kansen komt. Ja, één keer die kopbal van mij die uit het niets, eigenlijk een vrije trap. Toch een schot of zo, maar verder niet echt uitgespeelde kansen. Dus ja, dat probeerden we na de rust beter te doen. Denk ik dat ik nog op die achterlijn een goede, ja, goede kans krijg. Of ja, die actie daar. Dat zou dan de 1-1 zijn en dat was denk ik wat nodig was. Alleen die valt niet en ja, dat het dan weer misgaat. Ja. Is dat alleen mentaliteit? Is dat dan het kopje gaat hangen en je voelt dat het uit je handen glipt dat je verliest? Is dat het alleen ja, of is het meer? Nee, ja, ik denk wel dat na die 2-0 gingen wel inderdaad die kopjes omlaag. En dan valt daarna heel snel ook nog die 3-0 binnen 5 minuten of zo, weet ik het. Ja, dat is iets wat niet mag, maar ja, op dit moment... Het is gewoon een klote situatie hoe wij staan te voetballen. Maar is dat echt alleen het stukje mentaal dat die kop is gaan hangen? Of zit het misschien ook in kwaliteit? Of heb je het idee dat deze selectie eigenlijk gewoon veel meer zou moeten kunnen? Nou, ik vind nog altijd dat wij gewoon kwalitatief een goede selectie hebben. Maar ja, we laten het niet zien. En ja, dat is wel een constatering die je moet doen. Na afloop zag ik jou met Rens naar de kant gaan en praten met supporters. Wat vragen zij dan? Wat antwoord je tegen ze? Ja, die zijn natuurlijk ook vol in emotie. En, maar ja, die reizen toch weer mee vandaag. En ja, ze roepen dan even om bij te komen. Ja, dat doe je dan. Maar ja, veelzinnigs kan ik zo niet. Ze vragen, ja, hoe komt het? Ja, als ik dat wist, dan deed ik er wel wat aan. Maar ja, op dit moment weet ik het even niet. Jij kan er misschien niks aan doen, maar een trainer zou je denken wel. Wat moet er gaan gebeuren om te veranderen? Het is niet alleen de trainer. Het is gewoon een team. Hè. Het is een teamsport. En dat doe je met iedereen. Faal je gewoon vandaag. En, maar ja, het is wel... Ja, het klinkt zo inderdaad om clichés weer. Maar ja, koppen bij elkaar steken. En ja, kijken hoe het dan... ja, dan moet toch iets veranderen. Ja. Daar heb je nog wel vertrouwen in. Ja, tuurlijk heb ik er nog vertrouwen in. Alleen het is wel even lastig. Maar ja, morgen weer die knop om. En, ja, het moet. Volgende week staat Sparta voor de deur. Ja, dan moet het gebeuren dan. Sterkte daarmee. Succes, ja. Dankjewel. Dank je.